Michael, weer helemaal fit? Weer helemaal fit, eindelijk. Een paar weken geduurd, maar ja, lekker om weer te kunnen trainen. 5 weken stond Michael de Leeuw aan de kant door een hamstringblessure. Maar komende zaterdag is de Leeuw er tegen Vitesse weer bij. Dat is een opsteker voor FC Groningen en voor de topscorer zelf. Ja, als je geblesseerd bent, dan je ziet elke keer die gasten weer naar buiten gaan. Je ziet die wedstrijden, dan baal je wel. En, ja, 4 weken zien naartoe getraind en ik wist dat ik Vitesse en Excelsior kon halen. Dus ja, het ziet er goed uit. Tegen FC Twente, bijna 2 weken geleden, had de Leeuw al zijn rentree kunnen maken. Maar de technische staf wilde geen enkel risico lopen en gunde de Leeuw extra tijd om te herstellen. Tegen Twente zag het er ook al wel. Nou ja, het was een beetje een twijfelgeval of het wel of niet. Nou ja, we hebben geen risico genomen, ook omdat het mijn hamstring was. En ja, dat is toch gevaarlijk. En, ik zit nu ongeveer op 4 of 5 weken. Dus ik voel me nu helemaal fit. Met een ook weer fitte Hans Hateboer en Albert Roesnak is de selectie van FC Groningen weer breder geworden en is de concurrentie binnen de groep toegenomen. Dat is mooi om te zien. Eigenlijk alleen Antonia is er nog niet bij en Hiarie die volledig inzetbaar zijn. Voor de rest is de groep compleet, dus dat is een mooie op tijd. Want FC Groningen staat 2 mooie wedstrijden te wachten. Eerst zaterdag uit tegen Vitesse en dan volgende week woensdag de halve finale van de beker in Euroborg tegen Excelsior. Het wordt een hele mooie week. Ik hoop dat we ook goed kunnen gaan afsluiten. En, ja. Belangrijk, ik denk dat de hele groep weet wat er te doen staat. Iedereen leeft eigenlijk al een tijdje naar woensdag toe. Dus iedereen weet wat er moet gebeuren.